Jongens, gewoon weer een video. Omega Speedmaster staat wederom in de spotlight. En vandaag lichten de 5 mooiste, maar ook de 5 lelijkste uit. Ik ben Jasper Luijvering van Amsterdam Vintage Watches. Het is Speedmaster Week. Natuurlijk 50 jaar geleden ging ze voor het eerst naar de maan. En dat creëerde voor Omega hun belangrijkste mijlpaal. Namelijk de first watch worn on the moon. De Omega Speedmaster. In de tussentijd zijn er tal van speedies uitgekomen. Waarvan een hele hoop afgrijzelijk. Maar ook een hele hoop toffe. Vandaag bespreken we de beide kanten. En het gaat vooral om het esthetisch oogpunt. Dus we hebben het niet alleen over de zeldzaamheid. Maar ook gewoon wat ziet er het mooiste uit. En die vertegenwoordigt ook een bepaalde waarde. Daar gaan we het over hebben. We gaan vertellen wanneer ze gemaakt zijn. En misschien voor welke doeleinden of welke reden ze gemaakt zijn. En we starten met de top 5 van mooiste Omega Speedmasters. Op nummer 5 staat de Omega Speedmaster 3450802. Vrij zeldzame Speedmaster die in 1980 geïntroduceerd werd. En het is een Speedmaster van volledig edelmetaal. Nu is dat niet iets nieuws. Al in 1969 kwam de BA145022 uit. Diegene met die burgundy bezel. In het helemaal geel goud met op de achterkant straight riding first watch worn on the moon. Uiteraard ter jubileum van, of niet jubileum, ter viering van het, de maanlanding met de Omega Speedmaster. Ik vind dat ook een heel mooi horloge. Maar de 3450802 is zo'n 2 variaties uitgekomen. Wederom een geel gouden. 300 stuks ongeveer, maar slechts 20 stuks van een witgouden. En daarom staat hij in het lijstje, omdat het zo bijzonder is om een volledig witgouden Speedmaster te vinden. Deze met grijze wijzerplaat. Waarde is moeilijk te bepalen. De geelgouden Speedmasters 3450802 gaan rond de 30.000 euro. Maar gezien deze stuks schaarser zijn, als ze ooit te koop komen op een veiling, kan je denk ik wel een tonnetje rekenen. Op nummer 4 blijven in de jaren 80. Nu gaat het om de Omega Speedmaster 3450809. Beter bekend onder de verzamelaars van de Speedmasters. En dat zijn er een hoop als de Speedy Moon. Nu weet iedereen dat de Omega Speedmaster de Moonwatch is. Maar hij heeft nooit een Moonface gehad. Behalve de 3450809. Daarom heet hij ook de Speedy Moon. Ze hebben hier een Moonface geïntegreerd. Aan de bovenkant van het horloge op de 12 uurs positie. Daardoor was er niet genoeg plek voor Speedmaster Professional. Dat hebben ze verplaatst naar de onderzijde van de wijzerplaat. Maar het ziet er perfect uitgebalanceerd uit. Het is heel mooi gedesigned. Met die 4 subdials die verzonken liggen in een stepdial. Is het gewoon echt een ambachtelijk horloge. Perfecte layout. Zo'n moonface maakt het voor mij altijd een stuk romantischer. En eigenlijk zeker met het verhaal van de Moonwatch hoort dit erop. Ze zijn niet heel veel gemaakt. Gek genoeg staat op de caseback niet first watch worn on the moon. Omdat het misschien om een speciale uitgave gaat. De waarde is wel aan het stijgen. We hebben er 3 jaar geleden eentje gehad voor 10.000 euro. Maar onlangs keek ik wat de huidige waarde is. En ze gaan nu meestal rond de 15.000 à 16.000 euro. Als je het mij vraagt, vrij redelijk bedrag voor een bijzonder horloge. Op nummer 3 staat de Omega Speedmaster met de Racing Dial. En dan hebben we het over de originele van vroeger, want ze hebben een re-edition gemaakt. En het is best wel geinig om te zien dat het Racing Dial nu genoemd wordt door de mensen. Terwijl de Speedmaster, zoals vele chrono's uit die periode, zeker met de tachymeter bezel, zijn gemaakt voor coureurs. Of die komen uitstekend van pas in de motorsport om snelheden of laps te meten. En zo ook de Speedmaster. Maar ja, op een gegeven moment werd het geadopteerd door NASA. Toen was het uiteraard de Moonwatch. Gelukkig greep Omega nog wel af en toe terug op hun racing history. Ze hadden vroeger veel foto's van coureurs die het horloge droegen. En de Racing Dial vind ik zelf een van de meest tot de verbeelding sprekende wijzerplaten. Gezien het kleurgebruik. Het kleurgebruik is niet ingetogen. Heel speels. Met rood en oranje. Dat zagen we al eerder in de Ultraman. En wederom heb ik het over de originele Ultraman. Niet de re-edition. Maar die van vroeger had alleen de oranje chronograaf counter. Hier hebben ze ook de subdials in het oranje. En wat ik zelf heel nice vind is die checkered minute track. De Racing Dial komt er wel in verschillende uitgaves. Over het algemeen uit de eind jaren 60 hebben we het erover. Dus 145.022 zie je hem vaak in. Dan heb ik het niet over die Mark II, dus die 70s casing. Daar ben ik zelf geen fan van. Die zijn een stuk minder zeldzaam overigens. Die kan je kopen voor 4.000-5.000 euro. Maar die in de reguliere Speedmaster casing, de professional casing, die kost rond de 40.000 euro. Wel een serieus bedrag,
Maar heb je wel een heel opvallende Speedmaster met een mooi verhaal. Op nummer 2, die Omega Speedmaster 2915. 2915 is de allereerste referentie van Omega Speedmaster, geïntroduceerd in 1957, 1958. Dit horloge is de moeder van alle Speedmasters en daardoor historisch van waarde en van belang. Maar ook design-wise vind ik hem super mooi. Net als een Ranchero of een Railmaster heeft hij ook die Broad Arrow handset, wat bekend is van de Speedmaster. Ze hebben die ook weer geherintroduceerd in een latere versie. Maar uiteraard hebben we het hier over de originele versie, die ook een stalen bezel heeft in plaats van een acrylic inlay. Daardoor maakt het het horloge nog cleaner. Nog steeds die straight lugs, dus geen kink in de lugs. Dit horloge is heel zeldzaam. En zoals je je wel kan voorstellen, verzamelaars willen het liefst de Speedmaster die zo dicht mogelijk bij de eerste productie ligt. Onlangs werd er eentje geveild bij een Zweeds veilinghuis voor €275.000. Op nummer 1 staat een Ed White Speedmaster. De Ed White Speedmaster wordt onder referentie 105003 geschaard. Dit is het horloge wat Ed White zelf droeg. Echter hebben we een hele bijzondere 105003 uitgekozen. De 105003 aan zich is vrij mooi in mijn optiek, want die straight lugs maakt hem een stuk strakker in design. En hij heeft nog dit applied logo, zo'n mooie step dial. Echte trademarks van een vintage Speedmaster. Maar de meest bijzondere 105003 is die met die blauw-grijze wijzerplaat. De reden waarom ze ooit een blauwige, grijzige, metallic blauw eigenlijk wijzerplaat hebben gemaakt, is totaal onbekend. Ook bij Omega kan niemand het antwoord geven. En ze komen voor in verschillende referenties. Iets latere referenties, bijvoorbeeld de 105012, is geveld voor €50.000. Maar de 105003 is de vroegste referentie die bekend is. En daardoor ook het kostbaarst en vind ik de mooiste. Waarde van €70.000 maakt hem een stuk minder kostbaar dan de 2915. Maar wellicht wel zeldzamer. En ik vind die blauwe kleur gewoon zo bijzonder. Tijd voor een paar fucking lelijke Speedmasters. En geloof me, deze zijn afgrijzelijk. We beginnen met een Omega Speedmaster geproduceerd in 1998 in het titanium. Het is een kwarts horloge, heeft zelfs een digitale display. En het is wel een heel geavanceerd horloge. Hij kan een hele hoop dingen, maar dat verhult gewoon niet hoe fucking lelijk die is. Het is hetzelfde als je een meisje ziet die er niet uitziet, maar heel grappig is en heel aardig. Dan boeit het ook allemaal niet. Dit kwarts horloge kost ongeveer €2000. En dat vind ik nog verwonderlijk, want hij ziet er meer uit alsof hij 2 Meijer kost. En zelfs dat zou ik er niet voor over hebben. Het design is een beetje een uit de kluiten gewassen Speedmaster. Een soort gemuteerde Speedmaster. Dit LED display maakt het natuurlijk ook niet veel beter voor de echte liefhebbers. Maar dit hele ding is gewoon afgrijzelijk. Dus ik zou zeker niet de X33, zo wordt die genoemd, die zou ik zeker niet kopen. In 2012 kwamen ze met een gelimiteerde versie. Gelukkig zijn er dus niet te veel van gemaakt. Van een Omega Speedmaster Last Man on the Moon. Deze heeft een wijzerplaat gemaakt uit sterling silver met hand applied patina. Daar komt het kleurverschil van het grijs en het zwart. Het horloge is wel bijzonder, dus de waarde die eraan gehangen wordt is ongeveer €6000. Hij werd gelanceerd in 2012, maar het plaatje is gewoon heel lelijk. Het lijkt gewoon alsof je een muntje hebt als achtergrond. En het ziet er nogal goedkoop uit, ondanks dat het een vrij bijzonder model is. Het zijn 1972 stuks gemaakt. Niet toevallig, want in 1972 was Last Man on the Moon. En 40 year anniversary, daarvoor is het horloge gemaakt. De Apollo 17 insignia, die representeert mankind, the future, the image of Apollo and the flag. Een mond vol. Maar het blijft gewoon een lelijk ding. Grappig wel is dat Omega Speedmaster hiervoor heeft gekozen om die bedrukking op het glas te zetten. In plaats van op de wijzerplaat. De wijzerplaat was toch al te druk. Dus dan maar op het glas. Nu is het de beurt aan de 245-0053. Gemaakt in 1995. Waarschijnlijk zegt deze referentie geen ene moer, mij ook niet. Dat komt omdat het een unique piece is gemaakt voor Saudi-Arabië. En ik weet niet of ik hem echt afgrijzelijk vind of stiekem super vet. Hij is sowieso tacky met die ingezette bezel met 36 edelstenen, waaronder smaragd. De wijzerplaat is opengewerkt, dus je kan nog mooi het uurwerk zien. Maar let's be honest, het lijkt gewoon een beetje een kermisding.
De waarde weten we niet. Het is een unique piece. Maar geloof me dat deze meneer er zeker 2 ton voor heeft betaald. Misschien wel meer. Ik denk dat er een hoop betere manieren zijn om je geld te besteden aan horloges of andere leuke dingen. Bijvoorbeeld cocaïne en hoeren. Dan dit. Omega Speedmaster. White side of the moon? Seriously? Kijk even dit fucking blaadje. Dit is letterlijk een horloge wat Omega, een gerespecteerd merk, gewoon in 2015 op Baselworld heeft gereleased. Wie proberen ze hiermee aan te trekken? Het ziet eruit als een Chanel ding of zo. Het is echt afgrijzelijk op een witte leren alligatorband. Wat voor persoon koopt dit? Bij welke outfit is dit nice? Je loopt wel eens op straat en heeft iemand een outfit aan en dan denk je, hoe kan het? Dat je in een kledingwinkel was en je zag zoveel kledingstukken en je dacht, ja, dit ga ik kopen. Ik kan me niet voorstellen dat iemand in een Omega boutique of Omega dealer komt en dit horloge uitkiest om hier 8000 euro aan te besteden. Volgens mij ben je dan op je achterhoofd gevallen. Last but not least, de Omega Speedmaster Speedsonic. Dit is echt een cool dingetje. Typical 70s. Ik ben geen 70er jaren fan. Dit horloge bewijst het. Ik vind alle Speedmasters met die 70s casing, dus die cushion casing, ben ik geen fan van. Al helemaal niet die vierkante casing, maar dan met een ronde wijzerplaat vind ik er altijd raar uitzien. Maar dit ding spant toch wel echt de kroon. De band die erop zit noemen ze de Lobster Bracelet. Het maakt het wel een heel opvallend horloge. Aan de andere kant is het moeilijk om op dit te haten, maar het is nog veel moeilijker om dit horloge echt mooi te vinden. Je ziet de waardering van de fans ook niet echt terug in de prijsontwikkeling. Dus gelukkig zijn ze niet al te kostbaar. Maar ja, eigenlijk is het gewoon stiekem, omdat hij zo lelijk is, stiekem wel een beetje cool. Hoe dan ook, als je dit horloge om hebt, ben je een stuk cooler dan als je het horloge nummer 2 om hebt van die White Side of the Moon. Want die is eigenlijk nog afgrijzelijker. Jongens, ik hoop dat jullie onze video tof vonden. Ik hoop dat jullie de eerste 5 genoemde Omega's tof vonden. Ik hoop dat jullie de daarna 5 genoemde Omega's afgrijzelijk vonden. Mocht jullie het er niet mee eens zijn, dan horen we het altijd graag. Zijn er nog bepaalde Omega's die we eigenlijk hebben gemist, die erin hoorden? Ik noem hem bijvoorbeeld een Alaska Project. Daar was wat oneenigheid over. Nick vond het een van de lelijkste. Ik vond het stiekem wel een hele toffe. Of met die Soyuz bijvoorbeeld. Dat vond ik zelf ook een nice. Er zijn nog heel veel Omega's die gemaakt zijn om bepaalde missies te vertegenwoordigen. En die hebben vaak ook zo'n icoontje op de wijzerplaat. Laat het ons weten welke jullie wel vet vonden, welke jullie niet vet vonden. En we zien jullie graag terug bij een volgende video. Dan kunnen we jullie wederom vertellen dat de beste dag om een mooie Omega Speedmaster te kopen vandaag is.